Goedemiddag kijkers, ik ben Sherida met het nieuws voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. Aanpakken van de onveiligheid in Suriname. Suriname kampt met een toenemende onveiligheidssituatie, gekenmerkt door criminaliteit, geweld en een gebrek aan handhaving van de wet. Deze problemen hebben een ernstige impact op de samenleving en vereisen dringende maatregelen om ze aan te pakken. De huidige situatie wordt verergerd door verschillende factoren, waaronder sociale en economische ongelijkheid, gebrekkige wetshandhaving, drugshandel en smokkel, en een gebrek aan kansen voor jongeren. Deze factoren hebben geleid tot een toename van misdrijven zoals berovingen, inbraken en gewelddadige confrontaties. Om de onveiligheid aan te pakken, moeten er verschillende maatregelen worden genomen. Verbetering van de wetshandhaving, er moet worden geïnvesteerd in de politie, met meer training, betere uitrusting en meer middelen om criminaliteit effectief te bestrijden. Daarnaast is het belangrijk om corruptie binnen de politie aan te pakken en een zero-tolerantiebeleid te voeren tegen wangedrag. Preventieprogramma's, er moeten programma's worden opgezet die gericht zijn op het voorkomen van criminaliteit, zoals jeugdontwikkelingsprogramma's, voorlichtingscampagnes over geweld en drugs en programma's voor sociale integratie en gemeenschapsbetrokkenheid. Verbetering van de sociaal-economische omstandigheden. Het is essentieel om te investeren in onderwijs, werkgelegenheid en economische ontwikkeling om de sociaal-economische omstandigheden te verbeteren en zo de voedingsbodem voor criminaliteit weg te nemen. Internationale samenwerking. Suriname moet samenwerken met buurlanden en internationale partners om grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugshandel en mensenhandel, effectief aan te pakken. Versterking van de rechtsstaat. Het is cruciaal om de rechtsstaat te versterken en ervoor te zorgen dat wetten worden nageleefd en dat daders worden berecht. Dit vereist een onafhankelijke rechterlijke macht en een goed functionerend rechtssysteem. Door deze maatregelen te implementeren en samen te werken met alle belanghebbenden, kan Suriname de onveiligheid aanpakken en een veiligere en stabielere samenleving creëren voor alle burgers. Bekend acteur en comedian Ruben Wells heeft aangekondigd dat hij Suriname zal blokkeren op zijn sociale media. Na maanden van overweging heeft Wells besloten tot deze stap, omdat hij vindt dat zijn content niet meer in lijn is met de Surinaamse bevolking. Hij ervaart negatieve reacties en onrust, waardoor het moeilijk wordt om creatief te zijn. Wells benadrukt dat slechts enkele individuen verantwoordelijk zijn voor deze situatie. Hij wil zich liever richten op een fanbase die meer ontwikkeld is en kritischer reageert. Daarom zal hij zijn carrière in Suriname achter zich laten en zijn focus verleggen naar het buitenland, waar artistieke expressie meer waardering krijgt. President Chandrikaprasad Santokhi uitte op maandag 11 maart zijn diepe bezorgdheid over het groeiende probleem van de cocaïnehandel in Suriname. Samen met ministers zoals Kenneth Amoxie van Justitie en Politie, Juspol, en Krishna Mathura van Defensie, directeur Vijay Chotkan van NV Luchthavenbeheer en andere hooggeplaatste functionarissen, besprak hij hoe de strijd tegen drugs effectiever kan worden gevoerd. Recentelijk zijn er aanzienlijke hoeveelheden cocaïne in Suriname en in het buitenland in beslag genomen. Informatie wijst ook op een groeiende doorvoer van drugs, met name cocaïne, via Suriname. President Santokhi benadrukte tijdens het overleg de ernst van deze situatie. De doorvoer van drugs veroorzaakt niet alleen problemen op nationaal niveau, maar schaadt ook het internationale imago van het land en ondermijnt de geloofwaardigheid ervan. Minister Amoxie kondigde aan dat er versterkingen zullen komen op strategische controleposten. De politie, douane en andere diensten zullen hun controles intensiveren en hun aanwezigheid vergroten. Hij benadrukte ook dat het niet alleen de taak is van de regering of de politie om de handhaving te waarborgen, maar dat de samenleving ook een cruciale rol speelt. Hij deed een beroep op de gemeenschap om informatie te delen ter bevordering van de algemene veiligheid. Echter, deze oproepen en plannen van de minister zijn niet nieuw en lijken eerder op een herhaling van zetten. Het is duidelijk dat er behoefte is aan meer daadkrachtige actie en minder clichématige woorden. De vraag blijft hangen wat de inlichtingendiensten precies doen, gezien het feit dat grote hoeveelheden drugs vaak op verrassende wijze worden ontdekt. Het is tijd voor concrete stappen en een effectief beleid om de drugshandel in Suriname aan te pakken, en geen herhaling van holle retoriek.
De recente veranderingen in de verkeerssituatie bij de rotonde van Poelepantje, inclusief de aangeboden alternatieve routes, zijn alweer teruggedraaid. Een kleine 24 uur nadat het Korps Politie Suriname deze informatie via zijn website deelde, heeft de afdeling Verkeershandhavingsteam, VHT, besloten om voorlopig niet over te gaan tot het gebruik van de alternatieve routes. Volgens het VHT, dat verkeersregulering uitvoert in en rondom de omgeving van de rotonde Poelepantje, wordt er de voorkeur gegeven aan het handhaven van de oude verkeerssituatie. Daarom blijft het eerder genomen besluit voorlopig opgeschort tot een later tijdstip. De politie vraagt begrip van de gemeenschap en weggebruikers voor eventueel ongemak dat hierdoor ontstaat en doet een beroep op hen om zich te houden aan de oude verkeersregels. Maandagavond had de politie nog alle weggebruikers verzocht om de aanwijzingen van de politie nauwgezet op te volgen voor een soepele verkeersafwikkeling rondom de rotonde. Er werd ook een alternatieve route aangeboden om vertraging bij de rotonde te voorkomen. Dit alles is echter binnen minder dan 24 uur teruggedraaid. Meer nieuws. Daisy Boutersen en Iwan Dijksteel, beide veroordeeld voor hun rol in de decembermoorden van 1982, zijn nu officieel opgenomen in de Red Notice List van Interpol, waardoor ze internationaal worden gezocht. Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd dat het proces is gestart om Interpol in te schakelen voor de opsporing van Boutersen en Dijksteel. Op nationaal niveau zijn ze al opgespoord op bevel van de procureur-generaal. Een Red Notice is een officieel verzoek aan rechtshandhavingsinstanties wereldwijd om een persoon te lokaliseren en voorlopig aan te houden in afwachting van uitlevering, overdracht of andere juridische stappen. Het omroept het publiek en de internationale gemeenschap op om informatie te verstrekken over de verblijfplaats van Boutersen en Dijksteel. Personen met relevante informatie kunnen contact opnemen met de afdeling recherche van de militaire politie. Verkeer en ongevallen reduceren. Het toenemende aantal auto- en bromfietsongelukken in Suriname is inderdaad een zorgwekkende kwestie die om effectieve maatregelen vraagt. Hier zijn enkele suggesties om dit probleem aan te pakken. Infrastructuurverbeteringen, investeer in de aanleg van speciale bromfietspaden en fietsstroken langs drukke wegen. Deze aparte rijstroken kunnen de veiligheid van bromfietsers verbeteren door hen te scheiden van het autoverkeer. Voorlichtingscampagnes, lanceer voorlichtingscampagnes gericht op verkeersveiligheid, met name voor bromfietsers. Deze campagnes kunnen informatie bieden over verkeersregels, het belang van het dragen van beschermende uitrusting zoals helmen, en het vermijden van roekeloos rijgedrag. Handhaving van verkeersregels, verhoog de handhaving van verkeersregels door politiecontroles te intensiveren en streng op te treden tegen verkeersovertreders. Dit kan helpen om een cultuur van naleving van de verkeerswetten te bevorderen en roekeloos rijgedrag te ontmoedigen. Verkeerseducatie op scholen, integreer verkeerseducatie in het schoolcurriculum, zodat jongeren van jongs af aan bewust worden gemaakt van verkeersveiligheid en verantwoordelijk gedrag op de weg. Verbetering van voertuigregistratie en inspectie, zorg voor strikte handhaving van voertuigregistratie en periodieke voertuiginspecties om ervoor te zorgen dat voertuigen aan de vereiste veiligheidsnormen voldoen. Bevordering van alternatieve vervoerswijzen, stimuleer het gebruik van alternatieve vervoerswijzen zoals openbaar vervoer, fietsen en lopen door het verbeteren van de infrastructuur en het aanbieden van incentives voor duurzame mobiliteit. Betrokkenheid van de gemeenschap, moedig de betrokkenheid van de gemeenschap aan bij het verbeteren van de verkeersveiligheid door bewustmakingsinitiatieven te organiseren en buurtbewoners te betrekken bij het identificeren van verkeersproblemen en het zoeken naar oplossingen. Door een combinatie van deze maatregelen kunnen we de verkeersveiligheid in Suriname verbeteren en het aantal auto- en bromfietsongelukken verminderen. Het is belangrijk dat alle belanghebbenden, waaronder de overheid, de politie, scholen, gemeenschappen en individuele weggebruikers, samenwerken om een veiliger verkeersomgeving te creëren. DNA-leden moeten nog veel leren in Suriname, een plan voor verbetering. Verplichte training in respectvolle communicatie. Implementeer verplichte trainingen voor alle DNA-leden over respectvolle communicatie en gedrag tijdens parlementaire sessies. Deze trainingen moeten gericht zijn op het bevorderen van constructieve discussies en het vermijden van het gebruik van beledigende taal of krachttermen.
strengere gedragscodes, werk aan het opstellen en handhaven van strengere gedragscodes voor DNA-leden, waarin duidelijk wordt vastgelegd wat acceptabel gedrag is tijdens parlementaire debatten en hoe leden met elkaar dienen om te gaan. Verbetering van interne disciplinaire maatregelen, versterk de interne disciplinaire procedures binnen de DNA om snel en effectief op te kunnen treden tegen leden die zich misdragen. Dit kan onder meer inhouden dat leden die herhaaldelijk de gedragsregels overtreden, worden geschorst of uitgesloten van parlementaire activiteiten. Bevordering van respectvolle dialoog, moedig respectvolle en constructieve dialoog aan tussen DNA-leden door een cultuur van wederzijds respect en samenwerking te bevorderen. Dit kan worden bereikt door het organiseren van workshops en bijeenkomsten waarin de nadruk wordt gelegd op het belang van respectvolle communicatie en het luisteren naar elkaars standpunten. Transparantie en verantwoording. Zorg voor meer transparantie en verantwoording binnen de DNA door het vastleggen en rapporteren van gevallen van wangedrag en de genomen disciplinaire maatregelen. Dit kan helpen om het vertrouwen van de burgers in het parlement te herstellen en de leden verantwoordelijk te houden voor hun acties. Leiderschap van de voorzitter. Ondersteun de voorzitter van de DNA bij het handhaven van orde en discipline tijdens parlementaire zittingen door voldoende autoriteit en middelen te bieden om effectief op te kunnen treden tegen overtredingen van de gedragsregels. Door deze maatregelen te implementeren en te handhaven, kan de DNA een cultuur van respect, samenwerking en verantwoordelijkheid bevorderen, wat essentieel is voor het goed functioneren van het parlement en het herstel van het vertrouwen van de burgers in de politiek. Het lijkt erop dat Paul Somohadjo, voorzitter van Percaya Luur, PL, een hilarische en ronduit discriminerende opmerking heeft gemaakt. Hij beweert namelijk dat het benoemen van Ashwin Adhin en Robert Beneu als seksgenoten van cabaretier Sally de Rising Star slechts een kwestie is van het benadrukken van hun gemeenschappelijke mannelijkheid. Wat een komische misser. Somohadjo lijkt te denken dat het benoemen van het mannelijk geslacht van deze heren op de een of andere manier relevant is voor politieke discussies. Alsof hun geslacht hun bekwaamheid of geschiktheid voor een politieke positie bepaalt. Misschien moet Somohadjo zijn woorden eens kogelen voordat hij ze uitspreekt. Het lijkt erop dat hij zijn eigen lachwekkende optreden in de politiek heeft gemist. Laten we hopen dat hij snel een cursus politieke correctheid volgt, voordat hij nog meer onbedoelde hilariteit veroorzaakt met zijn onhandige opmerkingen. Felle brand maakt gezin van vier in één klap dakloos. Dit aangrijpende nieuws van het gezin van vier dat dakloos werd door een felle woningbrand aan de Ramsingaarweg in Suriname roept herinneringen op aan momenten van solidariteit en steun, zelfs in de meest moeilijke tijden. Terwijl dit gezin probeert te herstellen van het verlies van hun huis en bezittingen, is het belangrijk om te erkennen hoe gemeenschappen over de hele wereld elkaar steunen in tijden van crisis. In Nederland herinneren we ons bijvoorbeeld de grote watersnoodramp, waarbij veel mensen alles verloren wat ze hadden. Maar te midden van deze tragedie kwam de kracht van de gemeenschap naar voren. Mensen openden hun deuren voor degenen die dakloos waren geworden, boden een warme plek om te verblijven en deelden wat ze hadden om te helpen bij het herstelproces. Het verhaal van Hans Breeveld, hoewel het gaat over een andere vorm van tegenspoed, herinnert ons eraan dat solidariteit en steun universele waarden zijn. In tijden van nood zijn het de kleine gebaren van vriendelijkheid en de bereidheid om elkaar te helpen die het verschil maken. Laten we als gemeenschap samenwerken om dit gezin te ondersteunen en hen de steun en troost te bieden die ze nu zo hard nodig hebben. Door onze krachten te bundelen, kunnen we helpen om hun pijn te verzachten en hen te begeleiden op weg naar herstel en hoop voor de toekomst. Kijkers, het is beroerd gesteld met de medische zorg in Suriname. Het land wordt overspoeld door een Wild West scenario van wellnessklinieken die zonder vergunning medische zaken uitvoeren. Recentelijk is een dame overleden na een behandeling bij een van deze instellingen. Om deze problemen aan te pakken en de medische zorg te verbeteren, zijn dringende maatregelen nodig. Hier zijn enkele ordepunten voor verbetering. Strengere regulering en handhaving. Kwaliteitscontrole. Transparantie en informatievoorziening. Patiëntenvoorlichting. Versterking van toezichthoudende instanties.
Professionalisering van de medische sector. Versterking van de klachtenafhandeling. Het is van cruciaal belang dat deze maatregelen worden geïmplementeerd om de veiligheid en het vertrouwen van patiënten te waarborgen en een einde te maken aan de ongeoorloofde praktijken die momenteel de medische sector in Suriname teisteren. Facebook heeft het account van activist Marcel Oostburg opgeschort na controversiële berichten met beledigende beschuldigingen. Dit volgt op een reeks berichten waarin hij foto's van slachtoffers gebruikte met opruiende commentaren. Het verlies van respect en bezorgdheid bij rechtenhouders leidde mogelijk tot deze actie. Oostburg beweert dat het een gerichte aanval is vanuit de hoek van de VHP. De opschorting werpt vragen op over vrijheid van meningsuiting en verantwoordelijkheid op sociale media. Oostburg is nu actief op TikTok en heeft een nieuwe Facebookpagina geopend. Dan doorbraak. In de Nationale Assemblée heeft een debat plaatsgevonden waarin assembleeleden de regering hebben ondervraagd over concrete maatregelen om de dambreuk bij Weg naar Zee aan te pakken en het gebied structureel te beschermen tegen het zeewater. Deze problemen doen zich niet alleen voor in Weg naar Zee, maar ook in andere kustgebieden, zoals aan de rechteroever van de Kommewijnrivier. Met de stijging van de zeespiegel als gevolg van klimaatverandering is het van essentieel belang om te weten welk beleid de regering hanteert om de kust te beschermen tegen het opkomende zeewater. Gezien 80% van de bevolking in laaggelegen kustgebieden woont, waar zich tevens veel landbouwgebieden bevinden, zijn de sociaal-economische gevolgen van deze problemen niet te onderschatten. Volgens Harriet Randien, VHP, speelt het probleem van dambreuken in het Weg naar Zeegebied al jaren. Ondanks verschillende maatregelen die door eerdere regeringen zijn genomen, blijkt er geen structurele oplossing te zijn. Landbouwgebieden raken steeds meer verzilt en de schade aan de landbouwsector is aanzienlijk. Cedric van Samson, VHP, merkt op dat hoewel er al jaren mangroven wordt geplant als natuurlijke bescherming van de kust, deze maatregelen niet effectief lijken te zijn. Hij herinnert eraan dat er eerder plannen waren voor een stenen dam, maar dat de financiële middelen toen elders werden besteed. Assembleelid Evert Carto, PL, voegt hieraan toe dat ook Kommewijnen te maken heeft met frequentiedambreuken, waarbij het levensonderhoud van honderden gezinnen in gevaar komt. Het is duidelijk dat er een behoefte is aan een daadkrachtig beleidsplan voor kustbescherming, waarbij concrete acties worden ondernomen om de dreiging van dambreuken aan te pakken en de levensomstandigheden van de bevolking te waarborgen. Meer nieuws. Geweldig nieuws uit Suriname. De politie van regio Midden-Suriname heeft nu dronepiloten tot haar beschikking. 6 dappere manschappen hebben onlangs met succes de dronetraining afgerond, wat betekent dat ze nu bekwame bestuurders zijn van deze geavanceerde technologie. Deze waardevolle training werd mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met het goudbedrijf Zij-in/Rosebel-Goldmines. De opgedane kennis en vaardigheden zullen van onschatbare waarde zijn bij toekomstige politieonderzoeken en operaties. Namens de gemeenschap willen we onze oprechte dank uitspreken aan de medewerkers voor hun toewijding en harde werk. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat en we kijken uit naar de positieve impact die deze nieuwe mogelijkheden zullen hebben op het handhaven van de veiligheid en het dienen van het volk. President Chan Santokki heeft besloten tot drastische actie na de recente ontdekking van duizenden kilo's drugs in Suriname. Met toenemende bezorgdheid over de veiligheidssituatie in het land, heeft de regering besloten om nauw samen te werken met verschillende instanties om de drugshandel en georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Na uitgebreid overleg met ministers, politie, douane en andere relevante diensten, is een meerjarenplan opgesteld om de situatie aan te pakken. Dit plan omvat onder andere het versterken van controleposten op strategische locaties en het intensiveren van controles door de autoriteiten. Bovendien wordt de samenleving opgeroepen om actief bij te dragen door informatie te delen die kan helpen bij het bestrijden van de drugshandel. Minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoxi, heeft aangekondigd dat er al stappen worden ondernomen om de controleposten te versterken en dat er een grotere zichtbaarheid van de autoriteiten zal zijn op cruciale locaties. Daarnaast wordt benadrukt dat het aanpakken van de drugshandel niet alleen een taak is van de regering of de politie,
maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Minister van Defensie, Krishna Mathura, heeft benadrukt dat het essentieel is om de structuur van de instellingen te versterken en te werken aan internationale samenwerking om de drugshandel effectief te bestrijden. Een speciale werkgroep is samengesteld om op korte termijn een gedetailleerd plan van aanpak op te stellen om de drugshandel aan te pakken en de veiligheid van het land te waarborgen. President Santokki staat op het punt om een episch avontuur aan te gaan naar het verre China, niet om een draak te verslaan of een prinses te redden, maar om een veel moedigere missie te volbrengen, het herschikken van Surinames immense schuld aan China, een duizelingwekkende USD-dollar 537 miljoen. Deze schuld, ontstaan tijdens de turbulente jaren 2010-2020 onder de regering van Bouterse, lijkt echter als bij toverslag verdwenen. Niet te vinden in magische putten, verborgen grotten of onder oude bomen. Nu staat onze heldhaftige president voor een uitdaging die zo oud is als de tijd zelf, het legendarische spel van de trapdiplomatie, waar miljoenen dollars en de economische stabiliteit van het land op het spel staan. Maar vrees niet. President Santokki is niet alleen. Gewapend met hoop en een koffer vol olie, figuurlijk en misschien zelfs letterlijk, reist hij af naar China, waar schulden niet alleen financieel, maar ook strategisch zijn. In het land waar de horizon wordt bepaald door de grote muur, is er interesse voor wat er achter die muur gebeurt, vooral als het de achtertuin van de Verenigde Staten betreft. Met hun groeiende aanwezigheid in het Caribisch gebied en de recente overname van Imgold, zijn de Chinezen meer dan bereid om te onderhandelen. En dus gaat onze president, met de hoop op een gunstige deal, de uitdaging aan om Surinames schuld te herschikken, hopend op een sprookjesachtig einde van en ze leefden nog lang en voorspoedig. Maar laten we niet vergeten, zelfs in sprookjes hangt alles af van wie de schatkisten werkelijk vult. En in dit geval, dat zal de penningmeester zijn. Prachtig bericht van Hans Breveld. Een kring van een vent. Op een gedenkwaardige dag in december 1973 haast ik me naar het rond, het centrale busstation in Zeist. Mijn gedachten dwalen af terwijl ik hoop dat mijn babbelzieke buurvrouw thuis is, zodat ik niet verplicht een praatje hoef te maken. Helaas, ze is druk bezig in de tuin. De bloemen die ik bij me heb, vormen een welkom excuus voor een sociaal gesprek. Gaat u naar een feestje, vraagt ze. Ja, mijn broer viert vandaag zijn 5-jarig huwelijksjubileum, antwoord ik. 5 jaar, spot ze. Over 2 maanden zijn mijn man en ik 50 jaar getrouwd. In de tuin zie ik haar altijd alleen bezig. Haar man, een onopvallend figuur, heb ik slechts enkele keren gezien. Hij groette me ooit terwijl ik met de buurvrouw sprak. Onze gesprekken bleven oppervlakkig, beperkt tot alledaagse onderwerpen. Ik had niet het gevoel haar echt te kennen en andersom waarschijnlijk ook niet. Voor haar was ik wellicht slechts de Surinaamse student uit de straat, terwijl zij voor mij gewoon de Hollandse buurvrouw was. Enkele jaren na het jubileum van mijn broer zat ik, zoals gewoonlijk, bij mijn hospita voor de dagelijkse koffie. Vanwege haar vriendelijkheid noemde ik haar mams. Ze begon altijd met buurtroddels. Hans, wist je dat de man van de buurvrouw, waar je soms over vertelt, is overleden? Niet wetend wanneer hij was gestorven en geen intieme band met het gezin hebbend, besloot ik haar later te condoleren. Toen ik dat deed, antwoordde ze ingetogen: ik heb gehoord van het overlijden van uw man. Ik wens u sterkte. Haar reactie: die man, het was een kring van een vent. Mijn moeder zou zeggen: Coty mi, i u no si brudu. Anderen zouden waarschijnlijk verbaasd zijn. De herinnering aan mijn voormalige buurvrouw komt vaak terug als het gaat over huiselijk geweld, soms zelfs met fatale afloop. Op die dag in 1973, trots op bijna 50 jaar huwelijk, vermeldde ze niet dat veel van die jaren niet zo gelukkig waren geweest. Maar haar opmerking over haar echtgenoot deed vermoeden dat ze veel heeft geleden tijdens de reis die ze ruim 50 jaar geleden begon met de woorden: de mooiste dag van mijn leven. Hans Breveld.
Vier gewapende mannen achtervolgden een 40-jarige Chinese ondernemer in Suriname en openden het vuur op zijn auto. Ze stalen uiteindelijk een tas met levensmiddelen. Ondanks politieonderzoek ontbreekt elk spoor van de daders. De politie vond ook een patronenhouder in het voertuig van het slachtoffer, wat het onderzoek ingewikkelder maakt. In het weekend van 8, 9 en 10 maart 2024 heeft de politie van politiebureau Nieuwe Haven 11 jeugdigen van de jeugdbende Lijkgang gearresteerd, waarvan 3 zijn vrijgelaten en 8 in hechtenis zijn genomen, waaronder de bendeleider Lijkbaas. Een lid van de bende is nog voortvluchtig. Deze bende, bestaande uit vroege schoolverlaters en schoolgaande jongeren tussen de 14 en 19 jaar oud, pleegde vanaf oktober 2023 berovingen op scholieren in de omgeving van het scholencomplex van Zorg en Hoop, met name gericht op mobiele telefoons, zoals iPhones en Androids. De berovingen werden zorgvuldig gepland en gecoördineerd door Lijkbaas via een appgroep van de bende. De leden van de groep droegen opvallende rode, groene of zwarte zakdoeken bij zich. Slachtoffers werden onder bedreiging en geweld beroofd van hun mobiele telefoon. Het vermoeden bestaat dat sommige leden drugs gebruiken, aangezien een van hen werd gearresteerd met een hoeveelheid hash en ecstasy bestemd voor verkoop, evenals de vondst van een gaspistool bij de leider. De politie zet het onderzoek voort en vermoedt dat de bende meer leden heeft die betrokken zijn bij de berovingen. Er wordt actief gewerkt aan de arrestatie van deze leden. Ouders en verzorgers worden dringend verzocht om hun kinderen zo min mogelijk met waardevolle spullen naar school te sturen, om het risico op berovingen te verminderen. Dit was het voor deze middag. Wij zijn later terug met het avondjournaal. Ik ben Claire voor TV 48. Like, abonneer en deel onze nieuwsvideo's op Facebook en WhatsApp. Tang Boom.